Want we gaan beginnen met de Felix Oldhuis-lezing. Felix Oldhuis die is ook aanwezig. Hij is heel lang voorzitter geweest van Energie Samen en de voorlopers van Energie Samen. En hij heeft zoveel betekend voor de verbinding van de coöperatieve beweging dat we een jaarlijkse lezing naar hem genoemd hebben. En dat is de Felix Oldhuis-lezing. En die wordt dit jaar verzorgd door Lise Jans, universitair hoofddocent. Omgeving en nou, je mag het zelf vertellen, maar zij is in ieder geval weet zij veel van groepsprocessen in de energietransitie. Nou, laat dat nou precies zijn waar wij mee bezig zijn. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij daarover kan zeggen vanuit wetenschappelijk oogpunt. Dankjewel. Nou ja, wat ben ik? En ik zag dat ik hier omgevingspsycholoog had staan, maar eigenlijk noem ik mezelf vaak een sociale omgevingspsycholoog. Ik kom uit de sociale psychologie, maar steeds meer richt ik mij op de omgevingspsychologie en specifiek wat motiveert nou duurzaam gedrag? Wanneer willen mensen handelen voor een duurzame transitie? Ik zou hier mijn slides ook kunnen zien. Dat is op dit moment niet zo. Dus af en toe als ik naar achter kijk, dan is het gewoon om even te checken of jullie precies hetzelfde zien als waar ik het over heb. Yes. Zoals jullie weten, zitten we op een punt dat het echt noodzakelijk is dat we anders gaan leven. Het klimaatverandering gebeurt, heeft al slechte consequenties voor ons. Overstromingen, warmte, droogte. En het is echt belangrijk dat we ons gedrag gaan veranderen. En dat is niet iets wat we alleen kunnen bereiken met technologie. Want mensen moeten de technologie aanschaffen. Ze moeten het op de juiste manier gebruiken. En ze moeten er niet tegen zijn. En ik sprak net al met wat mensen over windparken. Dat het soms tot hele boze reacties kan leiden. Dus hoe zorg je dat mensen openstaan voor een duurzame verandering? En dat ze zich duurzaam willen gedragen en hun gedrag willen veranderen. Die vraag richt ik mij op. En specifiek welke rol lokale energieinitiatieven daarin kunnen spelen. Ja. Als we kijken naar de literatuur, wat zijn nou de belangrijkste factoren dat mensen duurzaam gaan handelen? En één is een hele makkelijke, maar daar stopt het vaak als je kijkt naar beleid. Dan denken ze, als we mensen maar laten weten dat ze hun gedrag moeten veranderen, dan doen ze het wel. Inderdaad, het is belangrijk dat je weet dat er gedragsverandering nodig is, maar vaak is dat niet genoeg. Ook al hebben mensen de kennis, toch handelen ze niet. Een ander belangrijk aspect is het kunnen. Als jij niet in staat bent je gedrag te veranderen, financiële barrières of je woont in een huis waar je helemaal geen zonnepanelen kan nemen, dan kan het niet. Maar wat we zien, dat ook al hebben mensen de kennis, ook al zouden ze het kunnen doen, doen ze het toch niet altijd. En dat komt omdat een ander belangrijk aspect is dat mensen ook gemotiveerd moeten zijn om hun gedrag te veranderen. En daar wil ik mij op richten. Wat motiveert mensen om duurzaam te handelen? En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een paar stellingen. Ook omdat ik weet, we hebben net geluncht. Wat doet een lunch met je? Is toch vaak dat je net een beetje minder energie hebt. Dus ik hoop dat we toch nog een beetje leven in de brouwerij kunnen hebben. En dat jullie actief meedoen. En dat jullie ook aan het eind van mijn praatje niet liggen te slapen, maar hopelijk geënthousiasmeerd zijn en zin hebben in hiermee verder te gaan. Dus de drie stellingen zijn: mensen zullen alleen hun gedrag veranderen als het in hun eigen belang is. Als het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijk is. Een lokaal energieinitiatief kan deelnemers intrinsiek motiveren om duurzaam te handelen. En de laatste: de invloed van energieinitiatieven is op niet-deelnemers, dus mensen die niet betrokken zijn bij zo'n lokaal energieinitiatief, is beperkt. Dat zijn de drie stellingen waar we doorheen gaan vandaag. Stelling 1. Mensen zullen alleen hun gedrag veranderen als dit in hun eigen belang is, oftewel financieel aantrekkelijk. Wie zegt daarop ja? Handen omhoog. Als je nog meer energie nodig hebt, mag je nog enthousiaster de lucht in. Ja, nou ja, ik denk ongeveer de helft. Wie zegt nee? Ik denk dat het ongeveer half-half is. Nou, leuk. Laten we het daarover gaan hebben. Wat zien wij? Nou, dit is een hele interessante. Dus dit is een
van de Eurobarometer, dus onder Europeanen. Dat was gedaan in 2017, maar ook in 2020. En wat je ziet, dat de meerderheid van de mensen zegt, het milieu beschermen is voor mij persoonlijk erg belangrijk. Erg belangrijk zelf. Dus dat echt heel belangrijk. En 94% zegt dat het voor mij belangrijk is. Oftewel, bijna iedereen. Ja, er zijn die 6% die het helemaal niet belangrijk vinden. Maar de grote meerderheid vindt het belangrijk. En meer dan de helft vindt het erg belangrijk. Het beschermen van het milieu. Ze zeggen, het is... Ja. Dus ik denk dat dat nog steeds zo is, gegeven dat het in 2017, 2020. Maar ik durf het natuurlijk niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar wat we zien is in ieder geval de grote meerderheid lijkt gemotiveerd. Maar ja, we handelen nog steeds niet allemaal duurzaam. En dat komt omdat duurzaam handelen, ook al vinden we het allemaal heel belangrijk, is soms niet in ons eigen belang. Het kan koud zijn. En nu zit er een soort positieve correlatie met wat voor mij financieel aantrekkelijk is en wat goed is voor het milieu, met de energierekening op dit moment. Maar dat is niet altijd zo. Dus heel vaak heb je zonnepanelen, een warmtepomp, kost geld, kost een investering. En daarbij denken mensen, ja, op de lange termijn is het natuurlijk goed. Misschien ook wel voor mijzelf en voor het milieu. Maar het is nu zo duur. En ik heb het koud, ik wil gewoon die verwarming wat harder. En het regent, dus laat ik toch maar de auto nemen. En er is nog iets. We denken vaak, ook al zijn we zelf, iedereen zegt we vinden het heel belangrijk, we denken vaak dat andere mensen niet zo gemotiveerd zijn voor het milieu. En zijn soms ook bang dat we kunnen afgestraft worden als wij het laten zien dat wij van die milieuhandelende mensen zijn. Milieuvriendelijk handelende mensen. Niet het beste woord. Dus het gaat erom dat we dat conflict vermijden. Het conflict tussen aan het ene zijde handelen voor het collectieve belang en handelen voor het eigen belang. En dit is een oude studie van een collega van mij, maar hij werkt altijd leuk. Misschien hebben jullie hem al een keer gezien. Maar dit was een studie over mensen die werden, in Amerika was het, konden ze een flyer krijgen waarmee ze een gratis bandencheck konden doen. En wat hij wou kijken was hoeveel mensen nemen die flyer mee. En op de flyer stond steeds een andere boodschap. Ene flyer zei, geef je om je geld. Hè? Of, wil je, denk aan je geld, neem deze coupon mee voor een gratis check. Denk aan je veiligheid, neem deze coupon mee voor een gratis check. Geef je om het milieu, neem deze coupon mee voor een gratis check. En er was nog eentje waar helemaal niks stond. Gewoon neem deze coupon mee. Wat denken jullie? Wanneer namen mensen het vaakst de flyer mee? Ja, dit was niet zo handig voor mij, want het zijn allemaal roepen door elkaar. Wie denkt financieel? Oké. Wie denkt veiligheid? Wie denkt het milieu? 1, 2, 3, 4. En wie denkt de controleconditie? Daar, ja. Nou, ik kan jullie zeggen dat dit gebeurt heel vaak. Mensen hebben toch vaak een slechte inschatting van wat mensen drijft. Wat we zien is dat mensen het meest gemotiveerd zijn met de milieuboodschap. En het allerminst met de financiële boodschap. En dat wekt vaak verbazing op. Dus we denken, mensen geven er niet om. Ik misschien wel, maar de rest toch wat minder. Dus we kunnen maar beter die financiële boodschap gebruiken om mensen aan te zetten tot gedragsverandering. Misschien toch niet. En dit deden een soortgelijke studie hebben we ook gedaan in de context van buurkracht. Waarbij we al benieuwd waren, wanneer sluiten mensen zich aan bij buurkracht? Is dat omdat ze het financieel aantrekkelijk vinden? Is het omdat ze het goed vinden voor het milieu? Of is het omdat ze daarmee in contact kunnen komen met hun buren? Ja, nog een keer de vraag. Wat denken jullie? Het financiële motief. Handen omhoog. 2. Het milieumotief. Ja. En het buurtmotief. Ja. Kijk, hier zitten dus meer jullie wereld waarschijnlijk. Want wat we zien
is dat mensen zelf denken dat ze zich aan zullen sluiten als het financieel aantrekkelijk is of goed is voor het milieu. Maar als we kijken, wat voorspelt nou daadwerkelijk dat mensen zich aansluiten bij Buurkracht? In dit geval Buurkracht, bij een lokaal energieinitiatief. Vinden wij dat weer dat die financiële motivatie geen drijver is om je daadwerkelijk aan te melden? Of dat je zegt dat je interesse hebt? Of dat je je heel sterk identificeert op het moment dat je al meedoet aan zo'n initiatief? Daarentegen lijkt het milieu belangrijk. Milieu speelt een belangrijke rol voor waarom mensen deelnemen. En wat jullie wel allemaal zagen, ook wat jullie aanvoelden, is inderdaad dat gemeenschapsmotief speelt een belangrijke rol voor waarom mensen zich aansluiten. Nog even terug, hè? De financiële voordelen. Waarom? Ja. Daar is voor gecontroleerd, dus we vinden het over het algemeen. Maar dat zijn wel belangrijke factoren. Hè? Speelt het voor iedereen of niet? En een van de punten is van financiële voordelen, waarom werkt het dan niet? Een van de dingen die ook opvallend was, een promovendus van ons die heeft gekeken naar verschillend promotiemateriaal wat gebruikt is om mensen te werven voor lokale energieinitiatieven. En daar zie je toch vaak weer dat de assumptie is, ik geef misschien wel voor het milieu, maar anderen kunnen we toch het beste motiveren met zo'n financiële boodschap. Dus merendeel van de flyers zie je, merendeel van promotiemateriaal zie je toch ergens een financiële boodschap terugkomen. Waarom werkt het niet? Mensen komen vaak, als je zegt, want dit is financieel voordelig, dit is financieel handig, komen mensen in een kostenbatenanalyse. Oké, hoe voordelig is het dan? Als je denkt aan die autobanden, nou, ga ik daarvoor echt stoppen? Nou, misschien niet, ik rijd gewoon door. Ik hoef die flyer niet. Dus vaak is het niet de moeite waard. Betekent niet dat financiële voordelen nooit gedrag veranderen. Als we het hebben over de energiecrisis op dit moment, de financiële voordelen zijn nu wel zo groot dat het natuurlijk alsnog gedrag kan beïnvloeden. Maar vaak is dat niet zo. En dat maakt het een risico om daarop in te spelen. En wat we zien is dat door de financiële voordelen te benadrukken, worden ze te denken gezet van ik doe dit voor het geld. Ik doe dit vanwege financiële redenen. En wat je ziet, wat mensen dan doen met het geld wat ze besparen, is uiteindelijk nog steeds niet duurzaam handelen. Dus ik heb wat extra geld waardoor ik een vliegreisje kan boeken. Dus dat is een risico soms met het benadrukken van de financiële voordelen. En daarmee proberen mensen te overtuigen. Huh? Ja. Wat is wel effectief? En dat zagen we net al een beetje. Die buurtmotivatie, die gemeenschapsmotivatie lijkt mensen echt aan te trekken. En wat interessant is, we vinden dat als je kijkt naar een meta-analyse, dus dat betekent over allerlei studies heen, wat is nou de succesvolste manier om mensen te motiveren om duurzaam te handelen? Daar komt een van de benaderingen die daar naar boven komt, is de block leader approach. Oftewel, een benadering waarin iemand uit de eigen buurt, uit het eigen netwerk, bij jou aan de deur komt en zegt, doe dit. Doe dit. De dit hangt een beetje af per studie, maar je ziet steeds dat als er iemand uit de eigen buurt langskomt, dat mensen stimuleert om duurzaam te handelen. En dat vonden we ook in een andere studie. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar Fleur Goedkoop die heeft ooit voor haar PhD ook bij Energie Samen onderzoek gedaan. En wat zij vindt is dat naast dat mensen een duurzame motivatie, een unieke voorspeller om je aan te sluiten bij een lokaal energieinitiatief, is dat je je al identificeert met de buurt en de mate van contact dat je hebt met andere mensen in de buurt. Dus weer, die buurtbenadering lijkt succesvol. Mensen zullen alleen hun gedrag veranderen als dit in hun eigen belang is. Maar ik hoop dat we zagen van nee, dat is niet zo. Mensen zijn echt gemotiveerd om duurzaam te handelen. En als je daarop inspeelt, en de buurt kan ook een succesvolle manier zijn om mensen aan te zetten tot duurzaam gedrag. Ja. Kun je even aangeven?
Ja. Ja. Goeie vraag. Als we kijken naar de sociale psychologie meer algemeen, is er zelfs een groep waarvan je niet eens denkt dat het nog voelt als een groep, maar het mens zijn. Als je mensen herinnert aan het mens zijn, of wij zijn allemaal mensen, wij zijn allemaal mens, dat ook duurzaam gedrag kan voorspellen. Alleen de vraag is natuurlijk hoe effectief het is. En wat we zien vaak is dat groepen die relevanter voor mensen zijn, meer voorspellend zijn voor mensen gedrag. Dus, en mensen zijn lid van allerlei soorten groepen. Dus dat kan zijn je familie, je werkteam, mensen met wie je direct interacteert. Maar we zijn ook lid van allerlei soorten sociale categorieën. Voor mij Groninger, voor ons wonen in Nederland, Nederlanders. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij voetbal. Dan voelen mensen zich heel erg Nederlands. Nee, ik weet niet of dat nu op dit moment het beste voorbeeld is, maar... Maar het kan op allerlei verschillende niveaus. Op het niveau waar je echt mensen kent, maar ook op het niveau van een sociale categorie, waardoor je aan kan gezet worden tot duurzaam handelen. Maar let op, ook tot niet duurzaam handelen. Ja, zo beter. Oeps. Gaat het goed zo? Ja. Ja. Ja, en dat is dus wat we heel erg zien. Want de sociale wenselijkheid, zie je dat mensen... Is het zo te hard of gaat het zo goed? De sociale wenselijkheid is dat mensen inderdaad zeggen... anderen doen het voor het milieu, anderen doen het voor het geld. Maar mensen zeggen ook, ik vind het milieu heel erg belangrijk. Maar als we kijken, daarom kijken we echt heel erg naar die relaties. Dus wat voorspelt nou? Dus het gaat niet alleen over als je het mensen direct vraagt... maar het gaat juist over die relaties tussen twee verschillende factoren... waardoor we kunnen concluderen dat het er echt op lijkt... dat die financiële motivatie er niet zo toe doet. Maar ik versta je wel. Ja. Nou, dat is wat ik eerder zei. Vaak is de financiële prikkel niet groot genoeg. En ik denk op dit moment, ik merk het zelf ook. Ik woon in een oud tochtig huis. Het is echt een extra prikkel. En ook omdat het direct ook intapt in je mogelijkheden. Dus in het kunnen van bepaald gedrag. En dat neemt het op dit moment echt af. Dus vaak zijn de financiële prikkels niet groot genoeg. Maar op dit moment zijn de financiële prikkels zo groot... dat het wel echt aanzet. Dus het is absoluut geen pleidooi van doe het absoluut niet. Maar hou er rekening mee dat het niet is wat mensen motiveert. Een lokaal energieinitiatief kan deelnemers intrinsiek motiveren om duurzaam te handelen. Ja? Handen omhoog of nee? Handen omhoog. Ja? De meesten zeggen ja. En ik denk... dat bijna niemand nee zegt. Of ik ben benieuwd. Wie zegt er nee? Nee. Ja, goed. Laten we gaan kijken wat we zien. Hier hadden we het net al even over. Een belangrijk deel van onze identiteit zijn de groepen waar we deel van uitmaken. En afhankelijk van de mate waarin wij ons identificeren met een groep. Dat kan zijn een buurtinitiatief. Dat kan ook zijn het Nederlanderschap. En... de mate waarin wij denken dat deze groep duurzaam gemotiveerd is, dus de normen en waarden in deze groep, dat samen voorspelt of mensen duurzaam gaan handelen. En dat betekent dat de groepen waar wij deel van uitmaken sterke invloed hebben op of we duurzaam handelen of niet. En zoals ik net al zei, dat kan ook negatief zijn. Dus eentje die ik vaak gebruik, Top Gear, die heeft... groot dat je minder gemotiveerd bent om duurzaam te handelen. En het belangrijke van dit is dat we echt aan onszelf kunnen denken in termen van wij. En op het moment dat wij denken over ons als wij,
betekent dat wij die normen en waarden van de groep internaliseren en daarnaar handelen. Werkt de microfoon nou? Hij doet een beetje... Dus dat hebben we ook onderzocht bij lokale energieinitiatieven. Het was een project met buurkracht, dus vandaar dat er veel studies zijn met buurkracht. Wat we wouden weten is van, is deelnemen aan buurkracht, motiveert dat nou extra? Want aan de ene kant weten we dat de mensen die zich aansluiten bij dit soort initiatieven vaak al heel erg gemotiveerd zijn voor het milieu. Dus doet het nog wat extra's? Of zijn het eigenlijk de mensen die toch al duurzaam handelen? Dus wat we hebben gedaan, en ik moet zeggen, dit is eerste evidentie, maar om het echt goed te analyseren moet je eigenlijk een perfecte controlegroep hebben. Dat hebben we geprobeerd door mensen te benaderen die deelnamen aan buurkracht en hun rechterbuur, waarvan we wisten dat ze niet meededen aan buurkracht, ook te vragen om de vragenlijst in te vullen. Dus daarmee konden we leden van buurkracht en niet-leden met elkaar vergelijken, terwijl ze verder... Nou, ze wonen in dezelfde buurt, dezelfde soort straat, dus ze verder redelijk op elkaar leken. En we keken en we controleerden voor de mate waarin ze zelf al gemotiveerd waren. Doet deelname dan nog iets? En we vinden inderdaad dat deelname aan buurkracht duurzaam gedrag voorspelt, maar ook voorspelt dat je anderen uit je buurt wil motiveren om duurzaam te handelen. Mensen geven aan hun thermostaat lager te zetten. Ook over het algemeen zien we dat de energie, de gasuitstoot lager is. Mensen hebben meer maatregelen genomen. En als we kijken binnen leden van zo'n initiatief, zijn het juist degene, hoe meer zij zich identificeren met het initiatief, dus hoe meer zij zeggen, ik identificeer mij met buurkracht, dit is een belangrijke groep voor mij, hoe sterker die effecten zijn. Dus dat suggereert dat inderdaad deelname aan zo'n lokaal energieinitiatief duurzaam handelen kan motiveren. In een andere studie waren we nog geïnteresseerd. Maakt het dan uit hoe je die groep ziet, het lokale initiatief? En specifiek verwachten wij dat hoe meer mensen het gevoel hebben dat het initiatief door mensen zelf is gevormd, door de leden zelf, in plaats van dat het in dit geval vanuit Enexis kwam, maakt dat nog uit? Want we verwachten dat juist op het moment dat jij denkt, de mensen, leden hebben dit zelf gevormd, dat het aangeeft van, wij vinden dit blijkbaar heel belangrijk. En het groot ook de band met de groep. Wij kunnen deze groep beïnvloeden. En dat helpt vaak om een sterke band te hebben met de groep. En dat is wat we vinden. Dus hoe meer een buurtinitiatief wordt gezien als het gevormd door leden zelf, in plaats van dat het opgelegd is vanuit een externe partij, hoe meer het initiatief zorgt dat wij denken, wij vinden het milieu belangrijk. Wij identificeren ons als groep en daardoor dat mensen duurzaam gaan handelen. Dus, een lokaal energieinitiatief kan deelnemers intrinsiek motiveren. En dat hadden jullie inderdaad allemaal het gevoel. En daarbij is het belangrijk dat hoe meer je eigenlijk benadrukt dat het vanuit de leden zelf komt, hoe sterker die effecten lijken te zijn. Maar ja. Ja. Ja, heel interessant weer. Geldt dit nog voor alle typen van vergelijkbare burgerinitiatief, of is dit typisch voor duurzaamheids- of energieinitiatieven? Wij hebben het eerder bestudeerd met hele andere soorten groepen. En dan gewoon eigenlijk meer, niet ten aanzien van de normen zelf, maar meer in termen van verbondenheid. En daar vinden we wel dat hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze zelf, dat leden zelf de groep kunnen vormgeven, hoe sterker die verbondenheid wordt ervaren. Dus dat was onder allerlei groepen. Dus de werkgroepen, de vriendengroepen, het Nederlander zijn, zelfs geslacht, zeg maar. Eigenlijk over allerlei patronen vonden we het. En een belangrijke reden waarvoor dat was, is omdat je het gevoel hebt dat mensen een unieke rol kunnen hebben in de groep. En daardoor zelf een unieke bijdrage kunnen leveren aan de groep. Waardoor je meer waardevol bent voor de groep. Dus groep een sterkere eenheid is waarmee je meer identificeert.
We hebben trouwens ook nog, even een zijlijn, we hebben het ooit ook nog onderzocht met het maken van t-shirtjes. Dus waarbij we dachten van, nou, als we mensen nu vragen of ze zelf een deel van een teamshirt mogen ontwerpen, versus we gaven ze gewoon een teamshirt en zeiden, dit is een teamshirt uniek voor jullie. En we zien dat als je een uniek teamshirt mag maken, waarbij elk groepslid een deeltje van het teamshirt maakt, dat identificatie hoger is. En juist hoe meer we denken dat we verschillend van elkaar zijn, hoe meer we ons dan verbonden voelen. Maar dat is even een zijlijn. Maar individuele bijdragen kunnen echt uit. Maar blijft de invloed dan beperkt tot, nou, jullie? Jullie kunnen misschien heel erg gemotiveerd worden door deelname aan een energiecoöperatie. Maar beïnvloeden jullie anderen ook? Wie zegt ja? Oh, sorry. Ja, dit is onduidelijk. Ik zie hem. Dat komt ook dat ik mijn scherm niet heb. Oké, hoe gaan we dit goed voor? Wie zegt ja? De invloed van lokale energieinitiatieven op niet-deelnemers is beperkt. En wie zegt... Oh, nu weet ik het niet meer. Wie zegt lokale energieinitiatieven hebben veel invloed? Oké. Volgens mij is het, ongeacht hoe ik de vraag nu stelde, wel duidelijk dat er ongeveer de helft denkt, ja, we hebben invloed. En de andere helft denkt, nee, we hebben geen invloed. Beperkt. Beperkte invloed. Nou, wij waren er ook naar geïnteresseerd. En we hebben nu laatst een studie gedaan om te kijken naar hoe denken deelnemers en niet-deelnemers nou over elkaar. En zijn er misschien verschillen in de mate waarin deelnemers en niet-deelnemers deelnemers zien als meer milieuvriendelijk? En wat we zien is eigenlijk weinig verschillen tussen hoe deelnemers en niet-deelnemers denken over de verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers. Dat valt mee. Maar eigenlijk zijn niet-deelnemers en deelnemers het eens dat deelnemers in het algemeen het milieu belangrijker vinden en dat niet-deelnemers geld belangrijker vinden. Dus wat betekent dat? Wat doet dit? Deze studie vind ik zelf altijd interessant. Het gaat niet over burgerinitiatieven, maar het schetst een bepaald beeld van invloed die je als groep kan hebben. Dit is een studie onder Britten, waarbij de Britten werd gevraagd, de helft van de Britten of de helft van de deelnemers van het onderzoek die Brits waren, werd gevraagd, wie zijn milieuvriendelijker? De Amerikanen of de Britten? Wat denk je dat de Britten zeiden? De Britten. Dat zeggen ze altijd. Maar wat zou het antwoord zijn geweest in de andere groep? Wie denk je dat milieuvriendelijker zijn? De Britten of de Zweden? De Zweden. Oké, wat doet zo'n vergelijking met mensen? Wat we zien is, en wat we eerder hadden over wie wij zijn, hè? Wat wij belangrijk vinden, beïnvloedt ons gedrag. Op het moment dat je je vergelijkt met een groep, laten we het positief nemen, die minder milieuvriendelijk is dan jouw groep, maak je daar een inferentie uit. Dat, oh, blijkbaar vinden wij het milieu echt heel belangrijk. En wat je ziet, dat dat positief samenhangt met de mate waarin jij zelf als individu gemotiveerd bent om duurzaam te handelen. De mate waarin je aangeeft, ja, ik wil duurzaam gaan handelen. En de mate waarin je ook daadwerkelijk duurzaam gedrag vertoont. Dat is de positieve kant. De negatieve kant. Op het moment dat de Britten zich vergeleken met de Zweden, was de conclusie, blijkbaar vinden wij eigenlijk dat milieu helemaal niet zo belangrijk. Dat leidde tot lagere persoonlijke motivatie om duurzaam te handelen. En ook tot minder duurzaam gedrag.
Dus, terug naar jullie. En de impact op niet-deelnemers. Wat betekent het dat deelnemers en niet-deelnemers het er eigenlijk over eens zijn dat de deelnemers degene zijn die milieuvriendelijk handelen, terwijl de niet-deelnemers dat niet doen? Het risico is dat dat inderdaad tot soortgelijke patronen kan leiden. Een wij versus zij principe, waarbij zij, nou laat ik even jullie als zij nemen nu, zij milieuvriendelijker zijn dan wij en daarom gaan wij niet milieuvriendelijk handelen. Dat is de negatieve boodschap. En er zijn inderdaad, er is een stroming in de literatuur die dat zegt. Die zegt, kijk uit. En bijvoorbeeld ook naar heel veel literatuur over veganisten. En als je denkt aan reacties die veganisten soms oproepen, dat heet dan moral do-gooder derogation. Oftewel, het zien van een moreel superieure groep is bedreigend voor onszelf. In plaats van dat we ons gedrag veranderen, cijferen we ze weg, halen we ze naar beneden. Dat is gelukkig niet het hele verhaal. Want hier weer is het echt belangrijk om te denken, wie is de groep? Gaat het om het lokale energieinitiatief? Of zijn het vertegenwoordigers uit de buurt? Zegt jullie acties, de acties binnen een buurt, binnen een lokale omgeving, iets over wat wij als lokale omgeving belangrijk vinden? En dat is wat we onderzochten. Want de verwachting was dat hoe meer mensen het initiatief zien als komend uit de buurt zelf, hoe sterker de invloed was. Dat is de vertaling naar hier. We hebben het net in een andere context onderzocht, maar het idee blijft hetzelfde. Komt het initiatief uit de groep? En als op het moment dat we dit zien als komend van ons, verandert het beeld van wat wij belangrijk vinden. En daardoor kan het ons positief aanzetten en motiveren tot duurzaam gedrag. En verbondenheid vergroten. Dus zoals ik al aangaf, hebben we net in een andere context onderzocht. Dit was in Philips, een organisatie waarbij medewerkers van Philips, of een paar medewerkers eigenlijk, een groen team hadden opgezet. Waarmee ze doel hadden om Philips te verduurzamen. Om medewerkers van Philips te motiveren om duurzamer te handelen. En wat we zien, is dat hoe meer het initiatief werd gezien als van bottom-up gevormd, oftewel door medewerkers zelf, hoe sterker het beeld was dat was wel interessant, het management duurzaam gedrag belangrijk vond, maar ook medewerkers duurzaam gedrag belangrijk vonden. En het versterkte identificatie met Philips. En dat ging weer samen met meer, het liefst zelf gezegd, duurzaam gedrag. Ook interessant is als we kijken naar wat doet het nou als we denken, nee, dit is een initiatief dat komt uit het management. Daar zie je dat het inderdaad een positief effect heeft op wat wij denken dat het management duurzaamheid belangrijk vindt. Maar wat het management belangrijk vindt, zet niet direct aan tot ons gedrag. Het gaat juist om wat wij denken dat mensen zoals ons, mensen van onze groep belangrijk vinden, wat ons aanzet tot duurzaam gedrag. Dit is allemaal correlationeel, dus ik maak nu allemaal oorzaak-gevolg statements. Maar dat is natuurlijk niet te concluderen uit deze studie. Dus wat we hebben gedaan is in Estland. In Estland heb je een initiatief elk jaar. Wat heet, ja, help. In Engels heet het Let's Do It. Maar het heet Temme Ade, als ik het goed zeg op zijn ads. Maar waarbij Estlanders de buurt gaan opruimen. Dat doen ze één keer per jaar. En dat was begonnen als een redelijk klein initiatief, maar het wordt steeds groter. Dus hier keken we naar, maakt het uit of we mensen herinneren aan dat initiatief dat was opgezet door Edsers zelf. Dus we vroegen aan de ene kant, vertelden we mensen over dit
lokale initiatief, of bottom-up initiatief om het zo te zeggen. In de andere deden we dat niet. We zien dat op het moment dat wij zeggen, er is een initiatief dat door de Estlanders zelf is gevormd, geeft dat, verandert dat hoe mensen denken wat wij als Estlanders, zij als Estlanders, ik ben geen Est, maar wat zij belangrijk vinden in termen van duurzaam gedrag, in termen van opruimen en ook in termen van verbondenheid tussen Estlanders. Dus op het moment dat wij denken, dit komt uit onze groep, zien wij dat als meer normatief voor onze groep en voelen we ons meer verbonden met de groep. En dat zet aan tot duurzaam gedrag. Dit is een studie die we recent hebben gedaan. En ik durf nog niet 100% te zeggen dat als ik nog een studie doe, dat dit er precies uitkomt. Dus onder voorbehoud. Maar wat ik interessant vond, was dat in die eerdere studies die ik presenteerde, maakt het uit hoe externe partijen betrokken zijn. En een belangrijke hier, in deze, vooral ook met jullie, is de betrokkenheid van gemeentes. Wat doet dat? Zorgt dat ervoor dat andere mensen meer betrokken willen zijn of niet? En waarom? Dus aan de ene kant zou je kunnen stellen dat hoe meer de gemeente betrokken is, leidt dat mogelijk tot een gevoel dat dit initiatief niet vanuit ons komt. En daardoor mogelijk minder effectief is. Tegelijkertijd weten jullie waarschijnlijk ook dat steun van de gemeente heel waardevol is om echt plannen te realiseren. Dus dit was een experimentele studie waarin we manipuleerden of het lokale energieinitiatief, dus altijd een initiatief dat door buurtbewoners zelf was gevormd, samen met de gemeente, de support, onafhankelijk van de gemeente of terwijl de gemeente tegen was. Wat we zien, eerste studie, dus onder voorbehoud, is dat de support of de betrokkenheid van de gemeente positieve effecten lijkt te hebben. Dus mensen willen eerder betrokken zijn als er steun is van de gemeente. Maar ook wel interessant dat we eigenlijk geen verschil zien tussen of mensen nou, of als de gemeente nou niet betrokken is of tegen. Dat lijkt niet zo uit te maken, maar wat ertoe doen lijkt, is de mate waarin, als de gemeente betrokken is, dan willen mensen meer betrokken zijn. Maar, dus wij dachten, dat komt omdat als de gemeente betrokken is, dit initiatief effectiever is. Dat komt misschien omdat, andersom dachten we dan, dat het als minder representatief voelt. Maar daar vinden we eigenlijk geen evidentie voor. We zien dat de mate van effectiviteit, dus hoe meer het initiatief gezien wordt als effectief, hoe meer mensen betrokken willen zijn. We zien ook dat hoe meer het initiatief wordt gezien als vertegenwoordigers van de buurt, hoe meer mensen betrokken willen zijn. Maar dit lijkt niet beïnvloed door de betrokkenheid van gemeenten. En één ding wat we nu een beetje aan het kijken zijn, is dat het lijkt alsof vooral die betrokkenheid van de gemeente ertoe doet voor mensen die wat minder om de buurt geven. Dus dat is iets waar we nu verder naar moeten kijken. Maar ik wou het toch even alvast delen. Ik pin me er niet op vast, maar ik denk dat het een belangrijke vraag is. Wat zei je? Nee. Nou, betrokkenheid helpt dus wel om andere mensen ook betrokken te krijgen. Maar mogelijk juist voor de mensen die wat minder geven om de buurt. Wordt vervolgd. Ik durf me er niet op vast te pinnen, maar ik vind het interessant. En we zijn er nu mee bezig om het verder uit te pluizen hoe het nou precies zit. De invloed van lokale energieinitiatieven op niet-deelnemers is beperkt. Hangt ervan af. Op het moment dat het lokale energieinitiatief wordt gezien als vertegenwoordigers van de buurt, wij komen van de buurt, kan het de normen binnen onze buurt veranderen en daardoor mensen aanzetten om meer duurzaam te handelen. Dus zorg ervoor dat dat zichtbaar is. Wat we eerder ook zagen, mensen zijn gemotiveerd voor de buurt. Niet iedereen, maar de meeste mensen zijn gemotiveerd voor de buurt. Het gemeenschapsmotief is belangrijk en op het moment dat je dat benadrukt, willen mensen betrokken zijn.
Het lijkt er dus op dat lokale energie-initiatieven mensen aantrekken, aan de ene kant voor het milieu, maar andere mensen worden ook aangetrokken omdat ze het de gemeenschap belangrijk vinden. En lokale energie-initiatieven kunnen de leden, jullie, motiveren om duurzamer te handelen, maar ook niet leden, op het moment dat het komt uit de eigen groep. En dit is nog één punt dat ik wil aanhalen, want daarmee kan het zo zijn dat jullie die duurzame transitie een flinke schop geven. Want als we kijken naar literatuur over tipping points en hoe sociale verandering gebeurt, zien we dat het vaak kleine stapjes zijn. En dat eerst het slecht gaat om een minderheid. Maar op het moment dat die minderheid over de threshold van 25% komt, kan verandering plots heel snel gaan. Dus vandaar de dominosteentjes erachter. Dus ook al op het moment dat je denkt, maar mensen doen het nog niet, bedenk dat de impact die je hebt groter kan zijn. Door de acties die jullie doen, kunnen jullie normen veranderen. Kunnen jullie mensen een ander beeld geven over wat wij belangrijk vinden en daardoor duurzaam gedrag stimuleren. En mogelijk dus ook verbondenheid tussen mensen. Nog één punt. En ik had hem al opgezet, ik wist niet of ik het wou benadrukken. Maar toen ik hier binnenkwam, toen dacht ik, nou, het is toch interessant altijd. Wij zijn nu bezig met een groot EU-project met verschillende burgerinitiatieven rondom energie in heel Europa. En een van de dingen waar het ook om gaat is hoe kunnen we energieburgerschap creëren in mensen. Nou, het eerste deel was alleen maar wat is energieburgerschap dan? En eigenlijk uit al die discussies kwam naar voren, het gaat niet alleen over het bevorderen van een duurzame energietransitie, maar ook een eerlijke energietransitie. Dus het zijn en mensen aanzeggen het gevoel dat zij de rechten hebben om een duurzame en eerlijke energietransitie te bevorderen. De verantwoordelijkheid en gemotiveerd zijn om dat ook te doen. En dat dat zowel een rol is van de overheid als burgers om dat te realiseren. En dit punt, de eerlijke energietransitie, is nog steeds een punt wat ik denk een belangrijke vraag is. We hebben op dit moment, als we denken dat verandering geïnitieerd wordt omdat het gedreven wordt vanuit een gezamenlijk gevoel van wij. Hè? Op het moment dat wij denken dat wij zo zijn, zet het ons aan tot gedrag. Is het wel een belangrijke vraag op het moment dat wij niet per se representatief is voor de bredere samenleving, wie beïnvloedt je dan? En ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Hoe realiseren we een duurzame energietransitie die ook inclusief is voor de bredere samenleving? Dat was mijn praatje. Ik sta heel erg open voor vragen. Heel erg bedankt. De olifant in de kamer is dat burgers ongeveer een kwart van de energie gebruiken en anderen drie kwart. Hoe breng je, want dat is in jouw presentatie niet naar voren gekomen, hoe breng je dit verschil en ook de verschillende invloeden op ja, hoe je met energie omgaat en waarom duurzaamheid achterblijft bij wat wij als burgers willen. Mm-hmm. Hoe breng je dat verschil toch in beeld en hoe kun je met name het beeld zodanig gaan vormen dat we als burgers eigenlijk die 75% energiegebruikers meenemen in plaats dat die het grootste, omdat ze het grootste financiële belang hebben, ja, bepalen. En dat kun je heel duidelijk zien hoe met het energieplafond nu de energiemaatschappijen ermee omgaan. Dat zijn gewoon boeven die zoveel mogelijk van ons geld willen stelen. Mm. Ja? En dat verhaal, dat blijft eigenlijk tot nog toe in ieder geval buiten jouw verhaal, maar ook buiten de hele publieke discussie. Eigenlijk. Ja. Nee, ik denk dat dat een eerlijk punt is. Dat, hè, vooral als psycholoog dan richt je op gedragsverandering en het gedrag van individuen. Maar systeemverandering is noodzakelijk. Het gaat niet alleen dat mensen hun gedrag veranderen, maar we hebben een totale transitie nodig. Eén belangrijk punt daar is dat we wel zien dat die sociale transitie, de technologische transitie, de institutionele transitie, dat die met elkaar samengaan. En dat punt van tipping points, wat ik eerder aangaf, die 25% en dat verandering dan heel snel kan gaan. Ik denk dat het een risico is om te wachten tot anderen handelen.
want dan gebeurt er niks. Maar te realiseren dat deze kleine acties ook kunnen leiden tot systeemverandering. Want mensen werken op organisaties, veranderen het beleid. Daarnaast doen wij ook onderzoek naar de implicaties van beleid en de signaalfunctie die beleid ook heeft. Dus op het moment dat een overheid zegt, nou even een voorbeeld met wat er eerder was met de 130 kilometer per uur rijden. Dat was toen ingesteld omdat, oh, we halen onze milieudoelen net, dus dan kunnen we weer even wat meer harder rijden, want we zitten toch nog net binnen die marge. Ik denk dat daar belangrijk is dat ook wat de overheid doet, een normen uitdraagt, aangeeft wat wij als samenleving belangrijk vinden. En dat daar absoluut winst te halen is. Dus het is een dynamisch proces, een interactie. En wat we hier ook zien en ook echt, hè, het is belangrijk dat de overheid betrokken erbij is. Niet het aan de burger overlaat en succes ermee. Maar dat het een samenspel is tussen bedrijven, organisaties en burgers. En dat iedereen door de verandering die ze creëren, grotere verandering in gang kan zetten. Ik zie uw hand, maar ik zag eerder achter u ook een hand. Nou, ik had een vraag over uw ene laatste slide met ja? De driehoek, de zogenaamde ACT. Dingen. Ja. Dat is zuiver van bottom-up. Met andere woorden, we kijken vanuit de burgerij naar boven toe. Ja. Maar aan de andere kant kan je diezelfde slide gebruiken ook voor de houding van de overheid. Die op een gegeven moment op eenzelfde manier negatief de zaak beïnvloedt. Ja. En daar krijg je een clash van. Maar hoe kan je dat op een gegeven moment nou omdraaien? Want het punt is namelijk, als zij er niet geloven in dat... Ik denk dat daar wel een belangrijk effect zit in de slides die ik eerder liet zien. In de vergelijking tussen de effecten van bottom-up processen en top-down processen. Zien we dat de invloed op motivatie tenminste sterker werkt. Burgers geven een sterkere signaalfunctie af over wat wij normatief vinden dan de overheid. De overheid voelt toch vaak een beetje ver van wat er in het daadwerkelijke leven gebeurt. Dus die effecten zijn vaak kleiner. Dus ik denk dat het een goede vraag is. Hè? Hoe kunnen we zorgen dat het allemaal en is? En niet of. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren dat juist door dat interpersoonlijke netwerk, juist door die directe contacten, invloed veel sterker kan zijn. Denk aan de blockleader approach die ik eerder besprak. Dat we zien dat dat een van de grootste en sterkste sociale beïnvloedingsstrategieën is om mensen aan te zetten tot gedrag. En dat suggereert dat ook al heb je soms negatieve invloeden van andere kanten, dat de invloed die jullie kunnen hebben mogelijk sterker is. Ik pin me er niet op vast, maar dat is wat ik zou zeggen op basis van wat we nu weten. En de meneer de voorzitter, ja. Oh, ja, zeker. Ja? Nou, in de eerste plaats een heel goed verhaal waarin veel onderzoek ten grondslag ligt. Ik neem aan dat u in de onderzoeken ook gebruik maakt van de netwerktheorieën die er uitvoerig bestaan, want die beschrijven exact hoe groot die invloed stapsgewijs is. Ja. En ik neem ook aan dat u gebruik maakt van wat er bekend is uit de relatietherapieën. Want daar zijn natuurlijk ook mensen met tegengestelde ideeën die al dan niet verschillende niveaus hebben, waar ook natuurlijk vrij veel over bekend is hoe je dat dan zou kunnen oplossen. Mm-hmm. En ten derde wou ik zeggen, klopt mijn idee dat eigenlijk de mens aards conservatief is en alleen wil veranderen als hij het zelf wil, maar vooral niet als een ander het wil? Jij hoort nou niet meer, hè? De eerste twee is dat ik mij vooral richt op sociale identiteitsprocessen, maar dat ik in mijn samenwerkingen samenwerk ook met mensen die juist met sociologen, met mensen die verschillende methoden, en ik denk dat juist dat die combinatie van kennis een geheel beeld presenteert. Dan de laatste punt. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een van de belangrijke dingen die we zien is dat de mens een sociaal wezen is. Dat de mens niet alleen handelt om wat hij zelf wil, maar ook heel sterk beïnvloed wordt door de sociale context. En daar een belangrijke notitie, dat de sociale context niet extern is. Want zo wordt het vaak gepresenteerd als externe druk, dat iets wat we doen als er iemand toekomt,
Maar als ze dan weg zijn, dan doen we het niet meer. Wat we zien is dat groepen onze sociale context ons vormen. Vormgeven aan onze identiteit en daarmee ons gedrag kunnen veranderen. Ja, dankjewel. Ik stel er toch nog maar één. Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Ik vind het fantastisch wat je allemaal presenteert en geeft goed inzicht in de manier waarop ook corporaties in de samenleving bezig zijn. Ik heb net al genoemd dat een heleboel dingen die je vertelt, en dat beschrijf je ook, ook gelden voor allerlei soorten participatieactiviteiten. En je ziet dat we daar sociaal gezien heel veel van leren de afgelopen decennia in onze samenleving. Mm-hmm. Wat wij er ooit in geconstateerd hebben is, wat jij ook noemt, die betrokkenheid van de gemeente bijvoorbeeld. Hè? Dat is op lokaal niveau is dat een belangrijke factor. En dan geef je ook van aan, die betrokkenheid van de gemeente is belangrijk. Ik hoorde jou niet toelichten wat die betrokkenheid van een gemeente of daarin gedifferentieerd wordt. Want wat wij in allerlei participatieprojecten gemerkt hebben is als... Dus die betrokkenheid van de gemeente ligt heel gevoelig in dat proces van draagvlak, in het proces van participatie van burgers. Als die gemeente ertoe overgaat om je te willen helpen bij het professionaliseren van je initiatief. Mm-hmm. Of de regie wil overnemen, hè, dan doen we het vanuit de gemeente, en dan kunnen jullie lekker meedoen, dan zie je zo'n initiatief onmiddellijk in elkaar storten. Nou, dat is niet altijd zo, maar dat heb ik heel vaak zien mm-hmm. gebeuren. Dus we hebben ooit vanuit de Open Universiteit initiatief genomen om samen met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, om uit te zoeken, moeten we daar niet een keer naar een training zoeken, zodat je ook de... Ja, gemeente is niemand, maar dat is de ambtenaar en de wethouder. Dat zijn mensen, hè? Zo mm-hmm. zijn sociale wezens. Dat je ziet dat ze al vanaf moment nul dat ze in gesprek raken met een initiatief, gaat het onmiddellijk fout. In taalgebruik, in houding, in non-verbale communicatie, in context. Ja. Hebben jullie daar, krijgen jullie daar ook beelden van? Gaan jullie ook tips geven aan gemeentes bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld in bepaalde projecten werken ook verschillende gemeentes mee. Bijvoorbeeld, je hebt een e-klein netwerk, dat is een netwerk van gemeentes in heel Europa die de duurzame transitie willen bevorderen. En daar zijn inderdaad, daar delen we directe resultaten mee. Die helpen ook mee met het onderzoek. En die zitten soms ook met de vraag: wat is onze rol? Waar moeten wij ons zelf positioneren? Ik moet zeggen, er is een collega van mij die doet specifiek onderzoek naar participatieprocessen. En een van de dingen die wel interessant is, en zij komt van een andere hoek, maar wat ze ziet is dat mensen eigenlijk het belangrijk vinden dat de gemeente te vertrouwen is. Dat de gemeente zorg draagt voor onze belangen. Dus eigenlijk in die zin ons representeert. En dat dan samenwerking tussen overheid en burger niet problematisch is. Maar op het moment dat het gevoel is, de gemeente is niet te vertrouwen, die hebben andere belangen, die willen iets anders. Op dat moment willen mensen de stem hebben en de invloed hebben en de gemeente niet betrokken hebben. Dus daar zit een belangrijk spel. En ik denk dat daar ook, als je het hebt over gemeentes, dat het weer draait eigenlijk om, gaat het om ons? Vertegenwoordigen ze ons? Of is het een externe partij die leidt tot wij zij dienen?